Deze beelden van Juliana en Wilhelmina zijn door Bernard zelf gemaakt in het najaar van 1936. Iedereen is blij. De Nederlandse koninklijke familie omdat de monarchie gered is. En Bernard omdat hij erin geslaagd is zijn familie koninklijke allure te geven. Met de daarbij behorende financiële middelen. Binnen een jaar na hun eerste kennismaking trouwen Bernard en Juliana. Het is het verhaal van een Duitser die Nederlander werd en Duitser bleef. Bernard begint zijn leven opnieuw in 1937. Hij verkoopt zichzelf aan het Huis van Oranje en poetst zijn geschiedenis weg. En dat blijft hij doen, tot aan zijn dood in 2004 en zelfs daarna. Als ik de foto's nu zie van de oude Bernard, dan zie ik een oude man met waarheid op zijn hielen, die met die postume interviews nog probeerde om die demonen uit het verleden nog één keer tot zwijgen te brengen. Hij wilde helemaal niet schoonschips maken met die laatste interviews. Hij wilde proberen om nog één keer alles wat hij in de al die leugens die al die jaren met hem waren meegereisd te bevestigen en die deksel op die.